Schiphol is de eerste van de helikopters die bestemd zijn voor de dienst luchtvaart van de Rijkspolitie, officieel aan deze dienst in gebruik gegeven door minister Van Acht. De Rijkspolitie, die tot dusver met 5 vleugelvliegtuigen opereerde, krijgt door deze hefschroefvliegtuigen veel meer mogelijkheden, doordat ze onder andere lager kunnen vliegen en minder afhankelijk zijn van het weer. In de aanloopfase zal vooral worden samengewerkt met de verkeersdienst, onder meer bij filebeveiliging. De heli-bemanningen die een file hebben opgespoord, kunnen de weggebruikers via sterke luidsprekers rechtstreeks informaties geven. Attentie, politie, filevorming, snelheid minderen. In de toekomst zullen de heli's bij grote ongevallen medische teams direct kunnen afzetten. En bij speuracties op het land zullen ze, dankzij hun sterke zoeklicht, ook goede diensten kunnen bewijzen. Duidelijk valt hier het nut van het stilhangen op, het zogenaamde hoveren, waardoor bepaalde plaatsen intensief kunnen worden afgezocht. Van bijzondere betekenis kan de helikopter worden bij de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit. De helikopterdienst van de Rijkspolitie verleent assistentie aan de hele Nederlandse politie. In een geval als dit krijgt de helikopterbemanning een belangrijke functie te vervullen, omdat zij het vluchtterrein het best kan overzien. Allen hier R419. De vluchtauto rijdt in westelijke richting. Er zijn geen zijwegen. Kruising afzetten. Uit. In nauwe samenwerking tussen de gemeentepolitie op de grond en de Rijkspolitie in de lucht worden de bankovervallers ingerekend. Wat voor deze opname in scène werd gezet, zal in de toekomst best eens werkelijkheid kunnen worden. En dat zal dan vooral kunnen gebeuren dankzij de bijzondere vliegeigenschappen van deze wendbare helikopters en de vliegvaardigheid van hun bemanningen.